Wood Sources Waves is een credo wat we gebruiken. Voor nu wat we hebben gedaan is gefocust afgelopen jaar op het testen van houtige vegetatie en golfdemping onder extreme condities. Ik begin even hiermee, want we zitten toch in de waterschapssferen. en dit is natuurlijk een beetje voor eigen parochie preken als ik dit laat zien. Maar ik laat eigenlijk zien omdat het, normaal lees je wat minder over waterschappen of zie je wat minder in de media. Maar deze weken stonden begin van de week een aantal mooie artikelen ik zag eentje in NRC en eentje in het Financieel Dagblad. Wat ik natuurlijk met interesse ging lezen. En het Financieel Dagblad zei, de toekomst van het waterschap zit in klimaat. Het waterschap als klimaatschap en het belang van innovatie. Het ging, veel van de artikelen gingen over dat, er is natuurlijk gediscussieerd over dat de rol van het waterschap en of het waterschap afgeschaft zou worden. Nou, de toon nu was, het waterschap is belangrijker dan ooit. Maar klimaatverandering speelt daar echt een rol in. Wat ik ook leuk vond om te lezen, het artikel van NRC begon met een waterschapper die zei, in de jaren 60 trok ik beken recht en nu maak ik ze weer meanderend. En dat laat iets zien wat voor mij belangrijk is, is het stijgende belang en de stijgende interesse maatschappelijk in natuur en natuurwaarde. En dat zie je niet alleen in Nederland, dat zie je over de hele wereld eigenlijk. Ik denk dat het goed is om een beetje een objectieve discussie te hebben over vegetatie langs de dijk. Dus ik heb gezegd, is het nou een lust of een last? Dit onderzoek aldoende ervaar ik ook dat sommige mensen het zien als een last. Vervelend, moeilijk, anders. Vooral dijkbeheerders komen misschien origineel vaak vanuit een andere hoek. Onze toetsers bijvoorbeeld bij Deltares komen ook vanuit een andere hoek. En die kijken toch wel een beetje terughoudend naar vegetatie en wat ze daarmee moeten. Internationaal is dat anders. Als je dan internationaal in de media kijkt, dan wordt er heel veel gepraat over, wow, kijk wat deze mangroven hebben gedaan tijdens een tsunami of tijdens een tyfoon. Nou, nu als je kijkt naar die tsunami en tyfoons, en ik ben onderzoeker genoeg om dan te denken, oh, daar komen de koeien aan, jongens. Oh, sorry. Ja. Dat is even wat belangrijkers. Ja. Dat zou echt dijkse mensen zouden niet gebeuren, hoor. Maar ik ben onderzoeker genoeg om dan te denken, nou, dit moeten we wel testen voordat we dit zeggen. Want al dit bewijs over wat mangroves nou doen in die enorme stormen is behoorlijk anekdotisch, zou ik maar zeggen. Er heeft eigenlijk niemand gemeten onder omstandigheden met een 7 meter hoge golf wat die bomen nou doen. En de verhalen die je toch minder ziet, maar wel hoort, is dat sommige mensen zeggen, nou, ik kreeg zo'n mangrove op mijn huis. Dat was niet zo leuk. Dus die zijn er ook. Nou, even kijken, wat kan vegetatie voor ons doen? Laten we kijken naar een lust. Het dempt golven, het vermindert stroming, het stabiliseert de bodem. In rivieren kan het de geul stabiliseren, dus waar je veel geuldynamiek ziet, zodra er vegetatie komt, wordt die dynamiek een stuk minder. Vermindering erosie, ja, stabilisatie in bodem ook. Het houdt water vast, dus meer bovenstrooms, buiten wetlands moerasgebieden die water vasthouden. En daarnaast heeft het natuurlijk natuurwaarde, landschappelijke waarde en daarmee maakt het een aantrekkelijker omgeving. Dus krijg je hogere huizenwaardes en meer toerisme. Alice gaat iets vertellen over stroming. En ik hou het een beetje op golven. Waar is het een last? Nou, even vanuit dijkbeheerders bedacht. Bevers zijn een last, die graven gaten in dijken. Muskusratten, idem. En vegetatie trekt toch wel bevers aan. Een beetje afhankelijk wat voor type vegetatie en waar. Ontworteling kan een last zijn, zeker als je een boom op je dijk hebt natuurlijk. Daarom staan we dat niet toe. Maar ook voor je dijk zien dijkbeheerders dat volgens mij niet graag. Drijfhout wordt veel over gepraat. Daar kan vegetatie denk ik zowel een last zijn als een lust. In de zin dat als het voor je dijk staat, kan het ook het transport van hout naar je dijk, naar je taluut tegenhouden. Maar in het doen van de proeven die ik gedaan heb, kwam ik wel bij Rijkswaterstaat veel, drijfhout werd veel genoemd. Wat doen we als zo'n boom op onze dijk slaat?
Voor mij is dat wel een vraag die in mijn onderzoek iets later komt. In de zin dat we weten nog niet superveel. Dus ik denk dan, ik wil eerst weten hoe effectief is die vegetatie eigenlijk. Doet het iets onder maatgevende condities? En in rivierengebieden natuurlijk opstuwing. Dus we zijn wel heel erg geneigd in rivieren om te kijken naar, oké, wat is de ruwheid die vegetatie veroorzaakt en moet het dan niet allemaal weg, zodat we betere doorstroming hebben. Daar gaat Alice ook iets over zeggen, daar hou ik me niet over. Nou ja, en dan is er dit, dat is toch een beetje het onderbuikgevoel. Onzeker, nieuw, onbetrouwbaar, hoe werkt het, kan het niet voorspellen. Dus dat maakt het toch lastiger. En dat is ook begrijpelijk, denk ik. Dus wat moeten we doen, denk ik, is die onzekerheden zoveel mogelijk wegnemen. Over vegetatie gaan praten, denk ik, in termen die dijkbeheerders en ingenieurs ook beter snappen. Misschien ook met kansvoorspellingen beter. En ik denk kwantificeren van eigenschappen van vegetatie. En als ecologen zijn we misschien wat minder geneigd om dat te doen. Ja, en voor mij is dit wel een beetje een uitgangspunt. Er is meer aandacht voor natuur en vegetatie is er nou eenmaal. Weet je, het hele rivierengebied wordt geen parkeerplaats, hoewel het zo in onze modellen zit, moet ik zeggen. Maar dat wordt het niet. En dat is het niet. Dus ik bedoel, we kunnen maaien wat we willen, maar in de realiteit ziet het er zo uit. En hoe meer je maait, zo werkt vegetatie, hè? Hoe sneller het gaat opschieten allemaal. Dus dat is ook een ding. Ik bedoel, wat dunnere vegetatie is vaak wat ouder. Dus daar kan je ook nog balans in zoeken. Het is er nou eenmaal dus. We kunnen er beter gebruik van maken, denk ik, in toetsing, in onze rekensystematiek, als we het goed genoeg weten. Maar wel veilig. Dus dit zijn de vragen waar rondom we bij de Altaris een beetje werken. Hoe effectief is vegetatie onder maatgevende condities? En hoe robuust is het? Ondermaatgevend, maar ook op de lange termijn. Weet je, ik bedoel, heb ik dan een storm gehad? Ligt het er dan nog over 10 jaar, die vegetatie, als ik ermee ga rekenen? Nou, over de effectiviteit en dempen in golven kan ik gelijk zeggen wat we weten en waar de kennisleemte zit. Wat je eigenlijk zou willen doen voor vegetatie is volgens mij dit. Je wil velddata hebben, je wil modeldata hebben, dus numerieke modellen. En daar wil je een loopje tussen maken. En je wil gecontroleerde data hebben uit bijvoorbeeld stroomgootjes. En deze data is er voor vegetatie deels. Er ligt hier een steen. Die data is er voor vegetatie deels. Maar wat je bijvoorbeeld ziet is velddata is nooit onder maatgevende condities. Velddata is altijd onder milde condities. Dus waar je met een tyfoon misschien een 7 meter golf krijgt, waar wij onze dijk maken op 4 meter waterstand en golven van 1,5 meter bijvoorbeeld, zijn de metingen uit dat soort gebieden vaak met een meter waterstand, 20 centimeter golven, met een beetje geluk 50 centimeter. Maar die hogere data zijn er uit het veld natuurlijk niet, want een 1 op 4000 storm, ja, wat is de kans dat ik die tegenkom als ik mijn meetapparatuur inzet? Best wel klein. En wat is dan de kans dat mijn meetapparatuur dat überhaupt overleeft? Nou. Ja, soms best wel groot, maar het hangt een beetje af wat voor type storm. Modeldata. Andere dingen. Dus metingen in het veld zijn ook beperkt. Ik bedoel, bijvoorbeeld golfmetingen. Weet je, je bent gewoon soms beperkt door kabellengte of zoiets. Of waar kan ik mijn unit droog neerzetten met mijn batterijen? Dus wat doen we met modeldata? We kunnen veel voorspellen met modeldata, maar die is dus nooit gevalideerd voor de extreme. Dus we doen een soort extrapolatie waarbij je kan zeggen, ja, voor sommige typen vegetatie, weet je, misschien zo'n boom, hoe die zich gedraagt met een metergolf, is toch anders dan hoe die zich gedraagt met een 2 meter golf. In die kleine gootjes kunnen we dingen tellen, kunnen we dingen meten en op basis daarvan worden de vergelijkingen opgesteld, maar dan missen die extreme en je krijgt een schaalprobleem. Dus zodra je het hebt over flexibiliteit bijvoorbeeld, dan is die buiging anders. Zodra je het hebt over worteling in sediment, is dat heel slechte schalen in dit soort kleine gootjes. Nou, bomen en golven. Dit is een klein filmpje van een showgootje wat we hebben bij Deltares. En hier zie je, dit is slechte schalen, dit is ook niet een goed gootje om te meten. Maar dit is wel wat mensen aantrekt, want dit filmpje werd echt 4 miljoen keer bekeken op Facebook of zo en 80.000 keer gedeeld. Dus dat ging helemaal viraal en je ziet het nog steeds soms oppoppen over internet. Oh ja, kijk. Maar het is een heel klein opstellingetje dat we hebben en het illustreert wel heel goed wat een boompje doet met een golf.
weg. Dus dat vinden mensen leuk. Zeggen, en dan zeggen ze, oh, this is what mangroves can do. Nou, toen dacht ik, op een gegeven moment dacht ik, nou, 4 miljoen keer, als al die mensen mij een euro geven, test ik dit in het groot. En dan, dan weten we echt wat. Ja, dat bleek wat lastiger dan gedacht. En dit is een van de dingen die mensen daar niet bij weten. Kijk, zo ziet de mangrovenbos eruit na een tyfoon. Dus na een 7 meter golf zie je dit ongeveer. En dat wordt niet altijd, dit wordt ook niet in die artikelen in de pers, dat laat ook niemand zien eigenlijk. Dus het heeft wel wat energie gedissipeerd, denk ik. Dus de golf zal wel lager zijn naar dit bos. Maar de vraag is dus wel, hoe breed? Kijk, voor mij zijn dan vragen als, hoe breed moet zo'n bos zijn? Een eerste zone ontwortelt misschien of ziet er zo uit, maar daarachter misschien niet meer, weet je. Nou, dat zijn dingen waarmee we wel kunnen werken. Wat ik wilde doen is test onder maatgevende condities. Dus kijken, blijven bomen staan, breken ze, ontwortelen kunnen we niet naar kijken. En we zijn begonnen met lage en flexibele vegetatie. Dus wat we daarvoor gebruiken zijn de grote golfgoten. Dit is die in Hannover. We hebben afgelopen zomer in Deltares, de goot bij Deltares gebruikt. En hier kan je eigenlijk bijna op schaal testen. Dus je kan, we kunnen nu, wat hadden we? Tot 6 meter waterstand kunnen we doen en dan tot 1,5 meter gemiddelde golfhoogte. Maar dan krijg je dus golven tot zo'n 3 meter max. Dit is waar we begonnen zijn in Hannover met de schoor- of kweldervegetatie. Die zie je daar om te testen. En dat leverde gelijk heel veel inzichten op die we daarvoor nog niet hadden. Dat is dit soort type vegetatie. Dus dat is laag en flexibel. Wordt ongeveer een metertje, denk ik, max. Of misschien net wat hoger. Maar het is vooral zeer flexibel. En de biomassa van deze vegetatie is in de winter echt significant lager. Dit zijn de resultaten daarvan. Even heel snel. Wat het meest belangrijkste is, wat je eigenlijk ziet, is die gesloten figuurtjes, puntjes zijn met vegetatie. En je ziet hier de reductie op de y-as en op de x-as zie je de inkomende golfhoogte. Dus die het schorretje overgaat. Het was een schorretje van 40 meter. Dus je moet ook denken dat dit opgeschaald kan worden eigenlijk. En in 40 meter krijg je dus met een golf van bijna een meter, krijg je toch nog zo'n 30% reductie. En je ziet dat, iets minder dan 25. En je ziet dat die reductie neemt eerst toe met de golfhoogte en dan wordt die plat. En dat punt hier waar die, even kijken of ik met mijn pointer, oh, wat een aparte pointer, jongens. Nou. Ja. Je ziet dat hier een soort afvlakpunt zit en we denken bij dit punt gebeurde een aantal dingen. Vegetatie, we verloren daar 60% van de biomassa en het ging van enigszins buigen naar 180 graden de ene kant op en dan 180 graden de andere kant op. Dus er waren twee effecten die maakten dat uiteindelijk dit lijntje, denken we, een soort plat werd. Dat was een van de dingen die we zagen. De andere wat we zagen, wat wel interessant is, is vegetatie doet dus wel iets onder dit soort condities. Dus het heeft echt een significant effect op de reductie. Nog steeds bij een wat hogere golf, ook is die vegetatie maar grassig en kort. En het andere wat we zagen zijn deze puntjes, dat is de controle zonder vegetatie. En dat is dus het effect van de bodem wat je ziet. En dat, dus dit is het verschil hiertussen, is eigenlijk alleen het effect van de vegetatie. Maar wat was zonder vegetatie hier? Hier hebben we het gemaaid. Dus het waren een soort gras, stubbels zeg ik in het Engels, hoe noem je het? Stompjes? Nee. Stoppels. Nou, dus zeg maar een soort voetbalveld, maar dan iets hobbeliger. En wat hier een beetje uit bleek, we hebben met modellen hier ook naar gekeken. En dat onze standaard modellen, die onderschatten die ruwheid van zo'n stoppelige bodem enorm. Want dan krijg je eigenlijk een golf die over een kale bodem loopt, nemen ze aan. Dus je ruwheid is veel hoger van zo'n grassige bodem dan je verwacht. Dus er zit een onderschatting in onze numerieke modellen. Nou, toen hadden we dit gedaan. Toen wilde ik dat natuurlijk voor bomen doen. Dit is ons numeriek model voor bomen, waar op basis waarvan de eerste berekeningetjes voor de Noordwaardpolder zijn gemaakt. Die laat ik zo nog even zien voor wie hem niet kent. Ah! Oh. Ik drukte op een foutknopje. Wat je hier eigenlijk ziet, is de inkomende golfhoogte hier weer. En dan hoe de golf loopt over een voorland. En hier zie je dit voorland. Dit is de bodem, dat blauwe lijntje.
En dit is de, hier begint de vegetatie. Waar die bodem hoog wordt, begint de vegetatie. Deze grijs is zonder vegetatie, dus alleen de golf over de bodem. Dan zie je van een golf boven een meter een reductie tot een golf van 80 centimeter. En hier is met hoge dichtheid vegetatie. En dan zie je dat de golf van over een meter, over 100 meter bomen, dus dit is met wilgenboompjes, ongeveer 10 centimeter wordt. En wat wel interessant is, vind ik altijd hier, is je ziet dat een golf met verschillende inkomende golfhoogte allemaal gereduceerd wordt tot een golf van rond de 10 centimeter. Dus vegetatie maakt een breed bereik aan golven, inkomende golven. Die houdt die variabiliteit weg. Het hangt van de waterdichte af. Ja, ook. Dus het is altijd nooit meer dan de helft van de waterdichte. Nee, maar dit is met de maatgevende condities voor de Noordwaard. We hebben dit ook getest met waterdiepte. En dan zie je wel dat de resultaten lijken erop. Maar de demping wordt natuurlijk iets minder als je waterdiepte wat hoger is. Op waterdiepte kom ik nog weer terug, want dat zit ook in onze proeven. Nu wilden we voor die bomen eigenlijk dat model valideren, ook in grootschalige faciliteiten. En dit is wat we hebben gedaan met Woods vs. Waves. Is in onze deltagoot een wilgenbos geplaatst, ook weer van 40 meter lang. En vervolgens, hier gaat hij lopen. Vervolgens hebben we verschillende testen gedaan. Dit is met bladeren. Nou, er zit een filmpje naast, dus na mijn presentatie zit een film van 4 minuten over dit project. Dit is zonder bladeren en hier gaat hij dus echt door de kruin. Die bomen zijn tot 6 tot 7 meter hoog. Dus dit zijn echt de topjes waar de golf door gaat. Dit zijn de hoogste golven en niet de fijnste om aan te meten als je brekende golven krijgt. En we hebben verschillende waterstanden genomen. En wat je wel ziet, wat wel interessant is, kijk, bij een lagere waterstand hier, dan trilt die boom een beetje. En je zag bij die hogere, dan gaat die volledig doorbuigen, terwijl dit toch heel dikke takken zijn. Dit zijn alle partners van ons onderzoek. Ik heb een deel gecrowdfund. Ik kwam niet op 4 miljoen, helaas. Dus we hebben zelf, moet ik zeggen, redelijk wat in moeten leggen. En we hebben veel partners bij elkaar gebracht. Omdat dit soort onderzoek, dat is waarom het ook niet zo vaak gebeurt, best wel duur is. Dus je hebt het over, voor deze proef hebben alleen voor doen van de proeven in de goot, heb je het over ongeveer 5,5 ton. En dan hebben we nog niets uitgewerkt. En daar zijn we nu mee bezig. Dus er zijn verschillende partijen bij elkaar gekomen om dit te financieren. En dat is een businessmodel wat je hiervoor kan voeren. Even door de proef. Dit zijn de wilgen. Die heb ik van een kweker gekregen in Beuningen, onder andere. Die hebben we wel gekocht. Maar dat zijn oude wilgen van met een 15 jaar oude stam en dan een 3 jaar oude opslag. Die stonden aan de rand van zijn griend en die wilde die weg hebben. Nou, dit zijn ze. We hebben ze in dit soort bakken geplaatst, in dit soort beton, ijzeren bakken. En daarin laten groeien. Maar goed, ze vormen dan nog niet een hele wortelmat. Dat duurt meestal een jaar. Maar ze gingen wel uitlopen in mei. En toen hebben ze in de goot geplaatst. We hebben een zandlichaam gemaakt van iets meer dan 2 meter hoog. Daar zijn die wilgen zijn in het zand gezet. Met kluit en al, dus ze zijn uit de bak getakeld, in het zand gezet, in een gat, toen weer verdicht. En toen is er een laagje beton overgestort om ze vast te houden. Dus we kijken niet naar het mechanisme ontwortelen. Dat nemen we niet mee. Het idee was echt, ze moeten vaststaan en we gaan puur kijken naar hoe effectief is hij in dempen en breekt hij. Nou, we hebben enorm veel meetapparatuur ingezet en dan blijkt dat je toch niet altijd de metingen krijgt die je wil hebben. En het uitwerken kost enorm veel tijd. We hebben de proeven gedaan in juni, juli, ongeveer in 2 weken. En zoals je al zag, we hebben gekeken naar de golfdissipatie door het bos heen. Dus de golf voor het bos, de golf achter het bos. Met verschillende meettechnieken ga ik niet over uitweiden. En naar oploop, dus daarachter hebben 3 hele dappere studenten continu alle testen, elke golf zitten tellen aan de achterkant. Maar er stond ook een camera op, dus die mogen dat nu vergelijken. We hebben treatments met bladerdek, we hebben zonder bladeren voor wintercondities. Dat wil de Rijkswaterstaat natuurlijk per se. En dan hebben we halve dichtheid, dus we hebben er takken uitgezaagd.
Het ontbladeren hebben ongeveer 20 studenten 2 dagen lang gedaan. Daar hebben ze nekjes voor betaald en een veiligheidsinstructie voor gegeven met de hand. Het waren 32 bomen. Dus ja, het was super high-tech onderzoek. En weer niet. En dit is de referentie. Daar hebben we alle bomen gemaaid. Dit is tussen ons. Maar toen dat was gemaaid, echt met de kettingzaag afgezaagd. Dus dat was het einde van de bomen. Je ziet die kleine stronkjes die nog overblijven. En die hebben dan waarschijnlijk toch weer iets van effect op onze referentie. Als we nu kijken naar de vergelijking met een model. Om een controle te hebben. Nou, dus we hebben... Dit zijn de series met wilgen door de stammen, dus dan hebben ze gewoon nog blaadjes. Alleen door de stammen golven met lage golfjes, want dan hebben we ook een lage waterdiepte. Door kruin en bladeren met 2 waterstanden, midden door de kruin en boven door de kruin. Dus dan krijg je zowel een waterstand als een biomassa effect. Dat is echt best wel lastig in de analyse. En dan hebben we zonder bladeren en met halve dichtheid en dan zonder wilgen. En al deze series zijn met 2 waterstanden en met verschillende golfhoogtes en golflengtes. Nou, dit is een van de resultaten. Bijvoorbeeld, dit is een test met een significante golfhoogte van 94 centimeter en dan 0,94 meter. En dan een de waterstand is 6,81, maar dat komt boven het platform dan op 4,5 meter uit. En je ziet hier de golf, dus die blauwe puntjes zijn de meetpunten. Hier zie je gelijk wat er gebeurt. Je meet 2 weken lang en vervolgens heb je voor zo'n serie 2 punten. En een van de dingen die tegenviel is het meten in het bos. Dus je ziet het taluut wat erachter ligt. Daar is het platform en dat groene zijn de boompjes. Je ziet de dissipatie door het bos. Deze resultaten zijn echt vers van de pers, want we zijn nog steeds mee bezig. Het kostte veel tijd, dus het kan dat ze veranderen als we nog een aantal keer ernaar kijken. We doen nu een iteratief proces tussen de metingen en het model. Omdat we dus de metingen moeten valideren aan de hand van referenties. Bijvoorbeeld een videobeeld, een radak of een... Hier zie je de verschillende golfhoogtes. Je ziet dat de meeste reductie is. Dus die blauwe puntjes zijn wat we gemeten hebben. Oh, als ik dit doe. Dit is van de eerste 2 testen. Dus dat is allemaal met bladeren. Die blauwe puntjes is gemeten en die rode puntjes is het model. En je ziet dat je dus met de hoogste waterstand krijg je een reductie van tussen de 10% en 20%. Maar er zit nog best wel wat spreiding in. Er zit ook nog wat verschil tussen wat we meten en het model. En er zit natuurlijk ook een meetfout in en een modelfout. Test 3 en 4, dit is dus, deze is met volle dichtheid zonder bladeren. Dat is deze test en deze is met halve dichtheid. Dus we zien een klein effect van het blad versus geen blad en je ziet een dichtheidseffect. Dus die punten met een halve dichtheid gaan iets omlaag. Ik ga een beetje snel door, want anders ben ik veel te lang, denk ik. En dit is de referentie en die hebben we dan met verschillende waterstanden weer gedaan. Dan zie je eigenlijk dat de golf bij hoge waterstanden... Hier zie je dat er heel weinig dissipatie meer is op je platform eigenlijk. Nou, dat klopt wel. Dit is dus bij lage waterstanden en kleine golven, maar dan voelen die golven de bodem toch nog heel goed. Hier zijn we mee bezig, want je kan dus deze referentie van de bodem aftrekken van alle vorige grafieken en dan heb je puur alleen het effect van vegetatie. Dat effect van vegetatie, even... Summarizing, waar we komen, wat we eigenlijk zien is, bomen reduceren de golfhoogte aanzienlijk. Maar als je corrigeert dus voor het effect van de bodem, dan kom je ergens tussen de zeg maar 10% en 25% reductie door een boom. En je kan zeggen, is dat veel of is dat niet veel? Die discussie kregen we een beetje met sommige van de eindgebruikers. Maar het is maar een 40 meter bos, dus je moet het eigenlijk opschalen. En wat je heel erg ziet in dit soort proeven... is zodra je golflengte langer wordt dan je bos in de goot, dus dan je structuur, je dempende structuur, dan is het heel lastig te meten, het effect. Dus ik had liever een langer bos gewild, maar dat kost extra tijd, is extra geld. En die goottijd is eigenlijk het duurste. We zagen geen brekende bomen. We hebben wel alle biomassa eruit gevist die we verloren. We zagen hier en daar een tak die een beetje begon te breken.
Maar ook met deze hoge golven, hoewel die bomen dus helemaal doorbuigen, hebben we geen enorme takken verloren. Uiteindelijk verloren we van de hele kruin vooral veel kleine takjes, in het begin veel blad. En dat kwam toch wel iets op van die kruinbiomassa, toch wel in de enkele tientallen procenten wat er dan kwijtraakte. Ook dat is wel grappig, we hebben 2 weken proeven gedaan, dus ze zijn 2 weken belast. En dan nog zie je niet echt, zeg maar, als je wil kijken naar bijvoorbeeld herhalende stormen, dan nog zie je die schade niet. Ik bedoel, de kans dat je twee weken dit krijgt is natuurlijk minder dan dat je... in ieder geval, het is goed om dat te weten, dat ze niet... Uiteindelijk worden ze slapper, je zou het nog eens een keer langer willen doen en we zouden beter kunnen meten, denk ik, in de toekomst aan de mechanische schade. We proberen daar nu wel andere proeven, bijvoorbeeld uit het veld, aan te linken. Dus we hebben krachtmetingen, krachtsensoren in die takken hangen. Dus je zou trekproeven kunnen doen in het veld om te kijken bij welke krachten gaat zo'n boom om, bijvoorbeeld. En dan blijft dit nog maar 1 proef. Wat we eigenlijk zien is, effect van vegetatie hangt af van waterstand en heel erg van biomassa. En dat is dus in deze proef gelinkt en dat is best wel lastig. Als je wil kijken naar, kan ik nou een generieke parameter vinden die het effect van vegetatie, hoe zetten we dat in onze numerieke model in een vergelijking. En daar zijn we nu een beetje mee aan het puzzelen. En dat biomassa-effect zie je heel sterk, omdat bij die toppen is die biomassa dus een stuk lager en dan wordt de demping lager. Maar ja, goed, je waterstand is ook hoger. Oh ja, en het hangt af van de golfkarakteristieken. Dat wisten we ook al. Wat we nu vooral zien, is dat we in onze numerieke modellen, die gebaseerd zijn op een cilinderbenadering, dat we dus die cilinders die beginnen van onderuit en vervolgens kan je wel verschillende lagen toepassen... Maar de complexe vertakking en de gelaagdheid in een boom wordt heel slecht, die wordt eigenlijk niet gerepresenteerd in een model. En daardoor maak je in je numerieke model toch een grove onderschatting van de demping in zo'n kruin. En daar zijn we nu mee bezig met optische beelden. Dus we hebben het hele bos een Pharos-scanner hebben we erin gedaan. Dus we hebben een heel 3D-beeld van het hele bos voor alle verschillende testseries. En we zijn dat aan het vergelijken met hoe vegetatie in het model staat. En daardoor kunnen we in ieder geval de biomassa nu beter voorspellen. En kunnen we die resultaten ook dichter op elkaar leggen. Maar als je het standaard doet, dan onderschat je model het. Nog even over de toepassing. Waar kan je dit toepassen? Nou, we hebben gekeken in Nederland. Er is zo'n 300 kilometer dijk waar een aantal karakteristieken voor gelden. Dit is een studie uit 2017. Alice was daar ook co-auteur van. En die heeft gekeken naar vegetatie die niet in de stroombaan staat. Dus alles buiten de stroombaan waar voldoende voorland aanwezig is, dat het significant is. En waar golven een rol spelen bij het bepalen van dijkhoogte. Want soms is dat natuurlijk alleen waterstand bepaald. En als je dan kijkt, dan kom je op zo'n 300 kilometer dijk, maar daar zitten ook de buitendijken bij, in de Wadden. Zaten die daarbij? Nee, niet. 300 kilometer was alleen een rivierengebied en niet in de Wadden. Maar je ziet dat blauwe op die kaart is waar dat zou kunnen gelden. Dus je ziet voor het Waddengebied, maar je ziet ook allemaal stukjes in het rivierengebied. En een van de plekken waar het natuurlijk al toegepast is, is deze in de Noordwaard. En hier is gerekend met die dijk daarachter met een 70% afname van de golfhoogte door 100 meter van dit wilgenbos. Maar dan is deze dijk ook nog eens extra robuust gemaakt. Het is een overslagbestendige dijk met een heel flauw taluut. Hij is wel helemaal van gras en daarbij bijvoorbeeld niet naar gekeken. Ik bedoel, je kan alleen naar hoogte kijken, maar je zou ook nog naar bekleding kunnen kijken natuurlijk. Wat een duur element is in je dijk. En wat het effect van golfreductie door vegetatie is op misschien een ander type bekleding of een grassige versus een stenige dijk. Dit is een Noordwaard, hoe die er nu ongeveer uitziet. Hij is misschien al iets groter, deze is weer wat ouder denk ik. Maar dit is hem in het echt met die wilgen ervoor. Volgens mij blijkt in een nieuwe toetsing dat de wilgen ook niet meer nodig zijn. Dus ook zonder de wilgen is hij veilig met de nieuwe toetsing. En nu, wat gaan wij nu doen? We gaan verder met het uitwerken van de resultaten. Die willen we graag publiceren. En dan wat we willen doen is verder met mangroves en andere vegetatietypes. Ik zou eigenlijk de testserie heel graag willen optimaliseren.
Ik heb hele mooie mangroves momenteel in de Hortus van Utrecht staan. Die zijn we aan het opkweken in bakken met de getijdenregime. En die zijn inmiddels toch al wel 1,5 meter hoog, denk ik. En behoorlijk breed aan het worden. Nou, dat is op zich al een heel onderzoek op zichzelf. Want we zijn dus bezig, hoe zorg ik dat die van die luchtwortels maakt? Dan moet je hem onder water zetten. Hoe zorg ik dat die steltwortels maakt? Dan moet die bewegen of onstabiel staan, denken we. Nou, dat is een hele taak. En ik hoop dat ik ze zo groot krijg. Want dat is een beetje natuurlijk met onze gootzo. Een klein boompje daar, daar zie je echt niks van. Dus je moet een behoorlijke massa aan vegetatie erin kunnen zetten om wat te meten. Daar sluiten ook meer NGO's bij aan en de maatschappelijke organisaties dan we eerder hadden in ons consortium. En ons oude consortium blijft ook meedoen. Ja, ik denk dat we voor vegetatie, om het toe te passen, zijn we er natuurlijk ook nog lang niet. Ik bedoel, dit was één serie onder extreme. We hebben wat over flexibele vegetatie onder extreme. We willen graag extrapoleren naar, kunnen we een goed model maken dat dan kijkt wat voor breedtes moet je hebben, voor wat voor randvoorwaarden bijvoorbeeld, om tot wat voor demping bij je teen te komen. Dat we daar misschien een toeltje voor kunnen maken, wat we dan steeds beter kunnen maken. Nou, voor je er echt iets mee wil doen, wil je beter kijken natuurlijk ook naar je beheersvraagstuk en naar je toetsvraagstuk. Waarschijnlijk naar je faalmechanisme ook nog beter. Dus het is niet alsof we er nu zijn. Ik denk ook niet dat jullie dat dachten. Maar dat is de disclaimer van dit werk, denk ik. Dank jullie wel.